tiende boven een echte tijd uitkomen, een beste tijd, dan kunt u ongeveer uitgaan hoe de omstandigheden hier zijn. En hier staat hij dan, een van de twee matadoren van deze 500 meter als alles goed verloopt. Dan Jensen, de man die tegen deze Rus, de tweede Rus, Sergei Klevchenja zal moeten rijden. Man uit westelijk Siberië afkomstig. Maar met alle respect voor Klevchenja en de prestatie van zijn landgenoot in de eerste rit. Wij kijken in deze rit met name naar deze Amerikaan, Dan Jensen. De man van het drama 4 jaar geleden in Calgary. Toen familieomstandigheden hem geestelijk uit balans brachten en hij ten val kwam op zowel de 500 als de 1000 meter. En nu moet het dus eigenlijk gebeuren voor Dan Jensen. En er zullen maar heel, heel weinig mensen hier in het stadion zijn en aan de tv gekluisterd zitten die het deze Amerikaan vandaag niet zouden gunnen. Officieus dus houden van het huidige wereldrecord. En goed gestart in 1-4. De opening van de eerste rit van Golubev was uitstekend en verrassend. 9.73. Ik ben benieuwd wat Jensen, die niet bekend staat om een snelle opener, daar tegenover zet. 9.90. Voor Jensen is dat goed. Jensen is de man van de volle ronde. Hij is niet de snelste 100 meter openaar. Maar hij moet het nu op dit stuk pakken. Gaat geweldig op dat rechte stuk naar zijn tegenstander toe. Pakt hem al bij het ingaan van de laatste bocht. Maar nu die laatste binnenbocht. Kan Dan Jensen op de been blijven? Kan hij er goed doorheen komen? Dat kan hij. Het gaat een beetje ruimer. Hij komt er uitstekend doorheen. Goed, en nou die laatste klappen op die rechterstukken van die 100 meter. Kom op, Dan. En dat moet een goede tijd worden. 37.46. Ja, het is de snelste tijd tot nu toe. Maar ja, ik heb mijn grote twijfels. Is dit wel genoeg voor een medaille, Dan? Dat is zeer de vraag. 37.46. Het is maar 500ste van een seconde sneller dan de tijd van Alexander Golubev uit rit nummer 1. En dat verschil had naar mijn smaak toch groter moeten zijn. Dan Jensen is gefinished. 37.46. En u ziet het, hij is niet tevreden. Hij is absoluut niet tevreden. Het had sneller gemoeten.